zorgwekkende is dat het sneller gaat dan dat wij het in het verleden hebben kunnen zien gebeuren, als het ware. Dus de snelheid is vooral een issue. Mijn naam is Henk Brinkhuis, ik ben algemeen directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut van Onderzoek van de Zee. Ik ben ook nog hoogleraar in Utrecht op het gebied van de paleoclimatologie en de marine geologie. Wij maken ons in Nederland zorgen over het smelten van het ijs op de Noordpool. Moet dat onze grootste zorg zijn? Nou, een beetje cynisch genoeg is dat natuurlijk wel een zorg, alleen alle krachten werken nou eenmaal zodanig dat wij van Groenland, want daar ligt dan het meeste ijs, op land. Hè, want van zeeijs hebben we helemaal geen last. Dat is gewoon, dat doet niks met de zeespiegel. Maar Groenland is een speciaal geval. Daar ligt ontzettend veel ijs op het land. Maar het ijs heeft ook zo'n grote massa dat het ook gelijkertijd de zeespiegel als het ware aantrekt. En dan krijg je een vreemd effect dat als het smelt dat de zeespiegel niet gaat stijgen hier, maar juist gaat dalen. En dat trekt zich uit over behoorlijke afstanden. En dat komt dus door, aan de ene kant, doordat die gravitatie minder is. Er wordt gewoon minder water aangetrokken. Dus dan zegt de zeespiegel, oh, gaan we naar beneden. En in Nederland, daardoor, als je maar doorrekent, plus het allerlei dalende en stijgende kosteffecten, krijgen wij daar misschien een meter van te zien. En nou, dat is vergelijkbaar met de getijdengolven. Daar zijn onze dijken allemaal goed tegen gewapend. Dus dat is paniekvoetbal om niks? Vanuit het Noordpoolperspectief wel. Vervelend is alleen dat als je verder weg zit van zo'n bron waar het aan het smelten is, krijg je wel die dubbele klap. Dus voor ons is het als het ware is het gevaarlijker wat er nu in West-Antarctica gebeurt. Want daar heb je ook zo'n ijskap. Die is ook aan het afsmelten. En die ligt zo ver weg dat wij daar dus wel degelijk forse effecten van gaan zien. Wat er gaat gebeuren over 10 jaar, over 100 jaar of over 10.000 jaar? Is dat überhaupt te berekenen? Nou, dat is dus het aardige van de paleoclimatologie. In de zin van, je kan als het ware de toekomst kan je op twee manieren gaan proberen te snappen wat er gaat gebeuren. Je kan allerlei modelletjes erop loslaten. Dat zijn allerlei modellen zoals we die op het KNMI van het weer, zoals mensen die kennen. En dan kan je, als je maar goed weet wat er gebeurt mondiaal en je denkt het systeem goed te snappen, dan kan je dat vooruitrekenen. En dan gaat de zeespiegel omhoog, dan wordt het warmer, van dat soort verhalen. Maar een alternatieve manier om dat te doen is naar het verleden te gaan, waar het ook soms van nature warmer was. Nou, en dan zie je dat als je, dat gaan we nu langzamerhand steeds beter gaan we dat snappen. Dan zien we punt 1, een directe relatie met CO2, zeker op de geologische tijdschalen. Dus als er meer CO2 op een of andere manier in de lucht komt, wordt het warmer. Dat gaat met allerlei horten en stoten, want als je dan maar teruggaat naar een korte tijdschaal, dan wordt het weer een soort zwarte doos. Dan weten ook geologen het niet meer. Maar als je maar naar de lange termijn is het absoluut 100% duidelijk dat het dan stapsgewijs warmer wordt. En wij willen graag weten, wat is de gevoeligheid van een CO2-concentratie met de temperatuur? Dus wat doet het nou precies? En dat proberen we dus uit het verleden te reconstrueren. Maar we hebben dus een voorbeeld van, als je hier zou zijn, geologisch gezien nog niet eens zo lang geleden, 45 miljoen jaar, was hier, alles hier om je heen was één groot mooi groen bos, met alleen maar planten groeien, een beetje, niet helemaal subtropisch hier, maar toch wel dicht daar tegenaan met allerlei moerassen. En ook met geen vlokjes sneeuw of ijs in zicht. Dus ook een complete ijsvrije Arctische zone. En ook de zee had geen ijs op dat moment.